Hallo en welkom in Toverland. Het is het tweede weekend van de Toverland Halloween Nights. Ik ga jullie vandaag weer meenemen naar alle scare zones en haunted houses van Toverland. En ik ga jullie zoveel mogelijk sfeerbeelden laten zien in deze video en hoe het is om hier de Halloween Nights te bezoeken. Ik kijk er echt super naar uit. We hebben heel veel geluk dat het tweede weekend überhaupt doorgaat. Ik ben echt heel erg blij dat we nog Halloween kunnen vieren hier in Toverland. Dus ja, ik kijk er naar uit. Vorige week niet bezocht, maar hier bij de oude entree hebben ze Dr. Fool's Mansion gebouwd. Hier in het land van Toos naast de zweefmolen. Ja, normaal is het de in- en uitgang van Toverland, de oude in- en uitgang. Nu is het omgebouwd tot spookhuis. Het is deze zomer natuurlijk ook nog de campingreceptie geweest. En in de winter is het natuurlijk de ingang van Toverland in de winter. Als een spookhuis. Het is eigenlijk meer een soort scare zone waar je doorheen loopt, want er zitten geen acteurs binnen of zo. Ja, gewoon grappig gedaan.
Nico!
Met z'n drieën? Met z'n drieën laat ik nu nog maar net 1, 2 kaartjes hebben. Oh nee! Maar jij hebt geluk. Ik zoek nog een nieuwe koorddanseres nadat onze vorige hele andere dingen met dat touw deed. Veel plezier! Suikers ben alweer! Je hebt er al 15 op! Nee, uitverkocht voor jou. Ja!
Zo, dat is alweer het einde van deze video van de Toverland Halloween Nights. Het is echt een top event en ze zijn vandaag alleen maar meer verbeterd. De maatregelen in het park waren echt super uitgevoerd. Ik heb me nergens onveilig gevoeld. Het was nergens druk. Overal kon je goed afstand houden. Acteurs hielden ook afstand. En daar waar nodig waren de extra maatregelen getroffen. Er waren ook beveiligers hier en daar extra erbij. Een extra eventcrew om mensen te spreiden. Echt allemaal hele vriendelijke mensen die ook goed wisten wat ze moesten doen. Dus het is echt goed geregeld en ze hebben echt lessen geleerd uit vorig weekend en van andere Halloween events. Dus ik heb hier echt een fantastische avond gehad. En ik hoop dat jullie het een fantastische video vonden van de Halloween Nights hier in Toverland. Wil je nou nog meer Halloween video's zien? Druk dan zeker even op die subscribe button of een van die andere pretpark video's die ik maak. En vond je dit een leuke video? Druk even op dat blauwe duimpje omhoog. En laat even in de comments weten wat jij vindt van de Halloween Nights hier in Toverland. Nou, hier vanuit een ondertussen gesloten Port Laguna in Toverland zeg ik tot ziens en tot de volgende video, hè. Doei!